Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. Hallo. Hallo. Wat heb je meegebracht? Van een duur met brood. Ik kan wel duur. Maar wat voor duur is dat? Dat is de duur van de brouwerij. Brouwerij? Hier? Ja, dit gebouw. Dat wordt van dit gebouw. Wanneer? In 1823 zijn ze dus begonnen met beer te brouwen, distilleren, zeem maken. En wie weet er dat het in 1823 was? Omdat het hij stond tussen in geschreven opgebeteld brouwerij. En dat eronder stond de datum 1823. Daar is er niks meer van, hè? Nee, er is niks meer. Er is door verf en alles. En dan had de boer het afgeschuurd. Maar ik persoonlijk ik wist nog wie het erop stond aan 1823. Ja, ja. Overigens, dit symbooltje zo rond het sleutel gaat, de bol met dat kruidstrop, dat had Vermeer gezien. Dat zit ook op de grote poort van de boerderij. Dat is ook algemeen, vooral hij in de katholieke streken, België, Duitsland, ziet dat overal. En ze mingen te vroeger dat ze daardoor de ziekte uit het hoest, van het gezin goed te beschermen en zelfs voor het vieren dat het niet krank hoort. Maar dat was vroeger belangrijk. Meneer Vaassen, staan hier op de boerderij overal jaartallen op de muur. 741, daar wil ik het zo meteen over hebben, maar ook 1934, 1924. Wat markeren al die data? Die data's markeren dus brand. Heeft het behoorlijk nogal wat keren gebrand. De branden waar al over gerept is, waar je van gehoord hebt, daar heb ik als kind ook wel wat mee gemaakt. Ik was toen ook iets van 10, 11 jaar oud. En ik weet nog heel goed dat de eerste keer, dat was 23 augustus, dat de vlammen uit de koeienstal sloegen boven. 'S Avonds om een uur of 7:30, 8 de beesten gingen net naar buiten. Nou, dat is een traumatische ervaring. Er is ook brand geweest in 1942. Had dat te maken met de oorlog? Nee, totaal niet met de oorlog te maken. Dat had wel te maken dus, het was oorlogstijd. Iedereen probeerde dus een boterhammetje en ze ging bij de boer werken. En hier op dit bedrijf waren toen 8 tot 10 man mannelijk personeel. Er waren ook 2 dienstmeisjes en jammer genoeg ook een kindermeisje. En dat kindermeisje kwam uit een zeer, zeer moeilijk gezin. Had een stiefvader en dat kind had het moeilijk. En dat kwam hier dus als kindermeisje hier naartoe. En dat meisje paste niet bij de rest van het personeel. Ja. Totaal niet. Als ze de kleine maar niet laat vallen. Nou, natuurlijk niet. Best zo'n flauwe kullen. Best niet van hier. Nee. Het werd gepest, iedere dag gepest, als een meisje een mand hout ging halen. En er kwam weer eentje van die, ja, van die gasten, van die jongens. Daar ging die mand hout, die ging naar pleuris. En het meisje zocht op een gegeven ogenblik wraak. Zijn afweer, zijn wraak. Eindelijk. Eindelijk zijn we alleen. Dat heb je in de andere baas gewerkt. Daarom wil ik je afscheid van je nemen. Ja.
heb gehoord dat ze zot flikvlooien met man. Heb ze me gehoord? Kijk me aan. Man is bij alles en alles is een vriendin van mij. Ja, ik kon de boer alles over dicht vertellen en de vlucht zo de rood. Hoort ze mij? Heb ze me gehoord? Puh. Na 3 dagen had het 7 keer, op tijd van 3 dagen, 7 keer brand gesticht. Dat lijkt me verschrikkelijk. Dat lijkt me verschrikkelijk voor iedereen, maar ja, voor een boer in het bijzonder. Er gaat alles verloren. Hè? Die op God betrouwt, heeft wel gebouwd. Ja, kom je ook in het vakwerk al tegen. Dat is het spreukenboek van Agricola, de 16e-eeuwse historicus. We zien tekst in 1, 2, 3, 4, 6 talen. Wat allemaal? Nederlands? Nederlands, dus? Spaans, Duits, Frans, Italiaans en hierboven Latijn. 6 verschillende. Spaans op een boerderijpoort in Zuid-Limburg is natuurlijk helemaal... fantastisch. Overigens slaat die Spaanse tekst typografisch alles, hè? Ja. Moet je kijken hoe mooi die letters... De N zit vast aan de M en dan de B en de O. Nombre. Ja. Ombre staat er dus, hè? Nombre staat er. Nombre. De naam. Santissimo e nombre de Dios también. Waarom nou al die verschillende talen? Ja, dat is toch de... Zoals ik het in de gauwigheid kan zien. Ik zie ook nog Lamargel van IJzer staan. Oh ja. Dat zijn dan de eigenaren die het ding hebben laten bouwen. Allemaal familiewapens denk ik dit, hè? Ja. We zien paarden, een toren, dat is dit. Gespen. Ja. Van wie is dat? Hier een ambtsketen van de Duitse orde. Die, oh ja. Dat is een, dat ik daar ook al zag staan. Teutonische orde. Luc Wolters heeft alle inscripties boven de poort gefotografeerd en overgeschreven. Nu probeert hij de exacte betekenis van alle inscripties te achterhalen. Ik ben nog even de wapens aan het bekijken op die Fries. Luc, van wie zijn die wapens eigenlijk en wat staat er ook weer precies op? Ja, het is eigenlijk een familiewapen, alliantiewapen. Een huwelijkswapen? Een huwelijkswapen, ja. Als je in die tijd naar een huwelijk gaat kijken, dan was dat een alliantie. Gaat je goederen vergroten, aanwinsten. Liefde kwam op tweede plan. Ja. Macht, wereldse macht. En een stamhouder. En dat noemen ze een alliantiewapen. Alliantiewapen, dus van man en vrouw. Otto van Rochouw. En hij was getrouwd met een naam van Lammergel van het kasteel van IJsden. Die tekst, die hele grote Duitse tekst, dus de langste tekst. Mm-hmm. Ook, daar heb je weer, Lammergel zu IJsden. Hè. Wat staat er nou eigenlijk precies? Ja, eigenlijk staat daar eigenlijk een volledige opzomming van alle functies en titels van enerzijds de weduwe en van haar zoon. Ritter in der Teutonischen Orde staat er ook op. Ja. Heeft dat iets te maken met die onderscheiding die onder die wapens hangt? Klopt, inderdaad. Een medaille of wat is het? Ja. Teutonische Orde, dat is de Duitse ridderorde. En deze ketting heeft erop betrekking dat onze vriend... Otto en zijn zoon dus ook erfmaarschalk van die Duitse ridderorde was geworden. De Duitse orde was een ridderorde van monniken. De orde werd opgericht in 1189 tijdens kruistochten met als doel gewonde kruisvaders te verzorgen en te verplegen. Leden van de Duitse orde zijn altijd te herkennen aan een zwart kruis op een witte mantel. Nadat de kruisvaders in 1291 definitief uit het Heilige Land verdreven waren, werd de Duitse orde niet ontbonden, zoals bijvoorbeeld het geval was met de tempelridders. De ridderorde bleef bestaan en bood vanaf dat moment, tegen betaling, haar diensten aan wereldlijke vorsten. Met het vergaarde geld bouwden zij verspreid door het hele Duitse Rijk 12 zogenaamde landcommanderijen, of baleien. Eén zo'n landcommanderij lag in Belgisch Limburg, bij Bilzen, en staat tegenwoordig bekend als Aldenbiezen.
Dit is nu een internationaal cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse gemeenschap. Waar altijd activiteiten zijn en waar de toeristen natuurlijk ook welkom zijn. En wat was hier? Het was landcommanderij van de Duitse ridderorde. Betekent in feite gewoon de hoofdresidentie van de belangrijkste vertegenwoordiger van die adellijk religieuze orde. Een machtig man. Dat was hij, zonder enige twijfel, ja. Een groot kasteel, maar ook een heel grote kerk. Het was natuurlijk een religieuze orde. Hè. De leden van deze orde waren kloosterlingen. Het was een combinatie van ridder en broeder. En zij legden de kloostergelofte af van gehoorzaamheid, kuisheid en zelfs armoede, ja. Wat een rijkdom, hè. Ja, het is geweldig. Kijk eens langs de muren. Mondbekleding. Fantastisch. Schitterende vloer ook, eigenlijk. Ja. Onderlangs. Prachtig open haard. Verguldsel. Heel mooi. Dus dit is de ruimte waar hij woonde? Dit is een van de ruimtes waar hij in verbleef. En wat echt voor de landcommandeur bedoeld was. Ja, ja, maar daar was het hele kasteel voor. Maar ja. Hier had hij zijn... Hier specifiek. Hier zijn salon of zijn antichambre, ja, of wat dan ook. De verblijfsruimtes, ja. En die kleed je mooi aan, hè? Ja, met een mooie schilderij. Ja, onder andere. Prachtig schilderij. Dus een dochter van een halfbroer van Van Bocholt. Anna Margaretha. Mevrouw Van Bocholt dus. Ja. Ja. Opslagruimte. Zo is dat. Ligt van alles. Als het goed is, moet hier staan. Bocholts. Zal ik hem draaien? Dat is de one. We gaan het pakken. Is goed. Dat is. Dat is hem. Ja. Is hem inderdaad. Van Bocholts. In volle ornaat. Ja. Duitse ordenskruis. Duitse orde, ja, precies. Vervolgens hier nog zijn wapen. Met ook dat kruis weer in, hè, van, ja, de Duitse orde. Ja, de leeuwtjes dus van Van Bocholts. En zijn moederlijk wapen. En gekruist met het ridderkruis van de Duitse orde. En wat staat hier geschreven? Emond Gottfried, vrijheer van Bocholts. Vrijheer, baron van Bocholts. Eigenlijk net als boven de poort. Absoluut. Landcommandeur uit Bali-Biese. Komt allemaal nog een keertje terug. En in Overhuizen is dat op die manier ook nog een keertje gebeurd. Waar zijn we nou op zoek, Luc? Grote gedenksteen voor Van Rochel, die Van Bocholts heeft laten plaatsvoeren. Wie was die Van Rochel ook weer? Van Rochel die was door Van Bocholts overgehaald, zogenaamde bekeerling, van protestantisme naar het katholicisme. Van Bocholts was de gevestigde man, verbonden aan de Duitse ridderorde. Bovendien die landcommandeur hier van Aldebize. Wat staat er nou precies geschreven? Er staat een complete Latijnse tekst met een korte levensbeschrijving van Rochel. Er staat zelfs in vermeld dat hij getrouwd was met het nichtje van Van Bocholts. Hm. En dat hij een zoontje achterliet, dus toen hij overleed, een zoontje achterliet van slechts 20 dagen oud. En is die tekst gemaakt door Van Bocholts? Want daar staat zijn naam onder. Ja, Van Bocholts is degene die deze gedenksteen heeft laten maken. En je ziet inderdaad, ook met een chronogram, 1680 komt daaruit dat Van Bocholts diep bedroefd dit monument voor zijn beschermeling, voor zijn protégé heeft vervaardigd. Ja, ze hebben wel wat voor elkaar betekend. Er staat een hele grote Duitse tekst, er staat ook een tekst in het Nederlands, in het Italiaans, het Frans, Latijn. Ook nog. En nog een taal. Spaans. Spaans. Waarom is dat? Ja, met dat er natuurlijk ook een familietakje vloeit via Lopez de Villanova, zit er ook wat buitenlands bloed in de aderen. Een stukje internationaliteit. Is dit natuurlijk gewoon ook een poort om indruk te maken. Ja, als er iemand van buitenaf aankomt bij dit kasteel en leest wat die mensen allemaal voorstellen en dat vervolgens ook nog in een aantal andere talen ziet toegelicht, nou, die maakt een aardige indruk. Pronken. Absoluut. Ja. Overigens, in een aantal van die teksten, ik dacht in de Franse en de Italiaans heb ik het gezien, mm-hmm, daar zetten ze de hoofdletters op de meest vreemde plek eigenlijk. Ja, en de Latijnse ook nog een keer. Hoofdletters op een vreemde plek. In die zin, ze maken van de Latijnse
telcijfers. Ja. Daar maken ze allemaal hoofdletters van. Ah. En als je allemaal apart die eruit gaat lichten en op gaat tellen... Krijg je een getal? Krijg je een jaartal. Een jaartal in dit geval. Een chronogram. Een rebus eigenlijk. Ja. Nou, eens kijken wat er dan staat. Zullen we de Franse tekst pakken? Gaan we puzzelen. Dieu fait ici toute mon espérance. Ja. Hier is al mijn hoop op God gevestigd. We hebben één keer een M. Ja. De M van 1000. Ja. We hebben een D. Heb ik ook. D van 500. Ja. We hebben twee keer de C. En dan hebben we twee keer de V. Rebus, twee keer de V. En vier keer de 1. Vier keer die heb ik ook. En dan kun je ze uit gaan leggen. C is bijna belangrijk. M is de belangrijkste, heb ik mee. Dat is de hoogste, 1000. Dan de D, hè? Ja, 1500. 1600 heb ik al. Ik heb nog een C. 1700. Dus dan heb ik alleen 17, nog maar V's. 5. Ja. 1710. En vier keer. 1714. Dus wat zegt ons dat? Dat die 1714 gebouwd is. Daar mogen we wel van uitgaan, ja. C41, Koen? Nee, niet erg waarschijnlijk. In die tijd werden de cijfertjes anders geschreven. Dus het moet 1741 zijn. Ja, maar de tekst staat precies in het midden. Ja. De C kan ingekort zijn en dan betekent dat de boog hergebruikt is. En bovendien, hier heeft ook de brand in de jaren 20 gewoed. Dus die toch al wat poreuze steen heeft geleden en daarmee is de 1 verdwenen. 1741 dus? Helemaal zeker. Zeker weten? Ja. Even nog alles op een rijtje. Een eerste vermelding. In de 14e eeuw. 14e eeuw. Dan een tekening uit 1672, als ik me niet vergis. Dan kelders uit de. Ook in de 17e eeuw. Ja. 1714 de poort. Ja. Mm-hmm. 1822 een brouwerij. Transformatie van paardenstal in woonhuis. Ook rond die tijd. Ja, het onderzoek is afgerond. Tevreden? Ik ben heel tevreden over het onderzoek en zeker over het resultaat. Was je verrast? Ja, ik was heel verrast. Ik was verrast over de hoeveelheid details. Ik was verrast over de nauwkeurigheid van de onderzoeken. En dat geeft aanleiding om nu bij het veranderen van hoeven overhuizen als agrarisch bedrijf naar zorghotel, om die gegevens allemaal vast te leggen in de publicatie. Oh, leuk. En op zoek naar het kasteel natuurlijk. Ja. Dat is de volgende stap. De afronding van het hele verhaal. Ja. Daarom drink ik. Proost. Proost.